Hallo, ik ben Debbie Dussel, 38 jaar oud, moeder en geef inmiddels 17 jaar les in de Amsterdamse Bijlmer. Ik ben begonnen als onderwijsassistent, gecombineerd met deeltijd PABO, later rekenspecialist en nu onderwijswetenschapper in opleiding. Van kleuters tot bovenbouw, van zomerschool tot plusklas. Van een openbare naar een islamitische school. Mijn ervaring en onderwijsblik is breed. Mijn missie? Kansenongelijkheid verkleinen en zeggenschap over ons vakmanschap vergroten. Ik sta voor ons vakmanschap. Lesgeven is het liefste wat ik doe. Als lerares met een goed gevulde gereedschapskist pak ik mijn autonomie. Van uitvoerder naar architect. Wij zijn als leraren verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces. Iedere dag zijn we ambassadeur van ons beroep. Vanaf 2017 zoek ik naar zeggenschap over ons vak. We zijn te weinig geïnformeerd, terwijl er te vaak over ons wordt gesproken. Kennis delen en creëren, het onderwijsgesprek organiseren. Iedereen moet meedoen. Van meetup en research ad naar een professionele leergemeenschap. Autonomie is verantwoordelijkheid nemen. Met het lerarencollectief kunnen we onze stem verenigen en versterken, zodat we collectief zeggenschap hebben over ons vakmanschap. We gaan het samen zelf doen.